Welkom beste kijkers bij Wat gaan we doen? Mijn naam is Martin Rensen en ik heb hier aan tafel Wim Mone en Adrie Winkelaar, beiden van IJmond IJzersterk. Wat is IJmond IJzersterk, meneer Mone? Nou, dat is een nieuwe stichting dat we sterk voor maakt om naar een groene, duurzame omgeving te komen. En met name behoud van de basismetaalindustrie en vooral ook om te zorgen dat die vergroening die wij nastreven, door dat en dat stil ook, dat die daadwerkelijk snel gebeurt. En daar proberen wij via gesprekken en onze expertise en onze kennis van zaken mensen aan elkaar te verbinden. En wij vonden met z'n vijven dat we iets kunnen betekenen voor die discussie hier in IJmond. Mm-hmm. En wat is de discussie in IJmond? Nou, dat is niet mis, want er zijn nogal wat tegenstellingen. U leest misschien ook wel de kranten. De ene die zegt dat je doodgaat en de ander zegt het is overdreven. En de ander zegt je krijgt die kanker. Dat gaat maar door. En dat is natuurlijk wel een bijzonder gebeuren waar we ieder van ons dat meemaakt hier. En wij merkten al een tijdje, ja maar niemand durft wat te zeggen. Allemaal groepjes. In Wijkenzee, maar ook elders. En de politiek die doet heel voorzichtig. Laten we eens bij elkaar gaan zitten en met elkaar gaan kijken wat we daaraan toe kunnen voegen op het gebied van verbinden, uitwisseling. Want het verketteren van elkaar, dat heeft niet zoveel zin. En welke rol pakken jullie dan? Want jullie brengen wel heel veel kennis mee. Ja. Maar hoe gaan jullie dan die partijen bij elkaar brengen, die partijen die elkaar verketteren? Nou, dat is natuurlijk het uiterste, hè? Partijen die elkaar verketteren. Ik gebruik uw tekst. Ja, een voorbeeldje. Maar die verbinding zit heel veel natuurlijk. Het gaat om bewoners. Bewoners hier in Heemskerk, IJmond, Beverwijk, Velsen, Wijkenzee. Het gaat om de politiek, de gemeenteraden die zich ook over deze onderwerpen bezighouden. En ja, je ziet toch dat al die mensen die een mening of een visie hebben zich terugtrekken in hun eigen bubbeltje. En hoe krijgt u nou die mensen uit die bubbel, meneer Mone? Nou, wij proberen keer op keer contacten met de mensen te leggen. We hebben natuurlijk ons eigen netwerk. En dat gaat niet altijd even makkelijk. Maar we hebben een heleboel contacten binnen de IJmond waar we het wel mee krijgen. We hebben bijeenkomst gehad met een aantal mensen die hun ideeën als ondernemer met ons wilden delen. We zijn zelf ook proberen we keer op keer een plek te vinden waar we iets bijzonders kunnen betekenen. En op dit moment zijn we erg bezig om te kijken of we de handen om elkaar krijgen voor een zogenaamde high-tech campus. Mm-hmm. Maar wij denken dat er veel mogelijkheden zijn voor een duurzame en gezonde groei in de IJmond. En een van de dingen is natuurlijk dat je met zo'n high-tech campus, met nieuwe ontwikkelingen op energiegebieden, waterstof, daar toch een zekere expertise kunt ontwikkelen, ook met innovatie, waar nieuwe bedrijven ook een profijt van kunnen hebben. Ja. Maar stapt u dan niet in een gat wat misschien Tata Steel wel laat liggen? Ik weet niet of je zo moet zien. Kijk, Tata Steel die moet zich richten op haar eigen bedrijfsvoering. En wat daarbinnen gebeurt, dat is haar verantwoordelijkheid. Onze taak, en dat zien wij althans, is wat buiten Tata Steel gebeurt. Hoe de omgeving last heeft eventueel van Tata Steel. Wat wij kunnen betekenen voor de omgeving om het te verbeteren. Nou, dat soort dingen. Maar... Ik denk wel dat Tata Steel de afgelopen 10, 20 jaar wat heb laten liggen. Mm-hmm. Vooral als het gaat om communicatie. Hè? Mm-hmm. Want ja, het bedrijf dat maakt staal, dat weet iedereen, met steenkool en koks enzovoort. En dan komt er in de media, ja maar die koksfabriek, hè? Wat erg hè. Ja, dat ding staat er al 100 jaar bij wijze van spreken. En om uit te leggen wat nou zo erg is. Ja. En we hebben wel gemerkt dat Tata Steel de afgelopen 10, 20 jaar erg terughoudend was. Dat heeft ook te maken met de positie van Tata Steel. Ze waren natuurlijk een onderdeel van een concern, nu ook van Tata. En ja, dan zie je dat daar altijd een voorzichtigheid is. Hoe trek je naar buiten? En u gaat nu vertellen over de kooksfabrieken? Waarom niet? Dat vraag ik er nu. Ja. Natuurlijk. Je moet mij niet vertellen over Pax of zo, polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Want daar heb ik mijn hele leven natuurlijk ook in. Of benzeen, ook zo erg natuurlijk. Allemaal gevaarlijke stoffen. Dat is terecht hoor, er zitten gevaarlijke stoffen. Maar als je dat ziet in hoeveelheden, het is een heel klein bijproductje bij zo'n kookfabrikatie. En ook bij het bewerken van het staal.
het chromateren daar in Walserijen, je ziet dat chroom, naar aanleiding van de treinen natuurlijk in Nederland, die... De Chroom 6. Chroom 6. Dat is een... Ja, het is onmogelijk dat heeft kunnen plaatsvinden. Want chroom, dit is al een jaar of 50, denk ik, verboden. Mm-hmm. Bij particulier gebruik. Mm-hmm. Dus al die producten zijn chroomvrij of chroom 6 vrij. Alleen, zo'n professioneel bedrijf, die mag dat toepassen. Ook bijvoorbeeld bij Tata Steel, het chromateren van de platen. En dan laten ze daar een aantal mensen die nog ineens hun naam kunnen schrijven met een schuurpapiertje en een krabbertje die treinen schoonmaken. Ja, dan moet je in het gevangen. Dan moet je echt in het gevangen. Hm. En dan komt de commotie over Chroom 6. Nou weet heel Nederland wat Chroom 6 is. Nou, als ik u vertel, ik ben een Beverwijker, of wie zijn de Beverwijkers? Heel veel, hè. Stond Zeta Bever. Bekende verfabriek. Voormalig, ja. Is dan weg sinds de 80e jaren. Maar die heeft bijna 50 jaar lang honderden tonnen Chroom 6 gebruikt. Voor een buitenbijts. Hm. Mooie groene buitenbijts. En die werd op schuttingen, schuurtjes, heel Zaandam werd eronder geschilderd. Allemaal Chroom 6. Als ik dat nu vertelde, zeggen ze, het kan niet toch niet waar zijn. En er is niemand dood aan gegaan. Nee, er is niemand dood aan gegaan. Ook is het de Bever niet. Maar ja, als je die mensen dan ziet daarin bij die NS, bij die spoorwegen. En de mensen die dan hier in Wijkerzee wonen en dan Chroom 6 opzoeken op Google. En wat je er allemaal van kan krijgen. Dan denk je, juist mensen, dat is gevaarlijk, hè. Gevaarlijk, ja, natuurlijk is het gevaarlijk. Maar weet je, zoals dat niet een Don Quixote die tegen windmolens vecht? Nee, natuurlijk niet. Nee? Waarom ben ik Don Quixote? Hoe gaat u uw verhaal straks naar voren brengen? Nou, gewoon vertellen wat medicijnen zijn, wat gevaarlijke stoffen zijn. De chemie. En dat is een vak, joh, dat is zo mooi. Overal zit chemie. Mm-hmm. Overal zit verf. Ja. Ja. Verf is het meest geziene product op de wereld. Vliegtuigen, auto's, alles zit onder de verf. En wat zit daarin? Ja, dat weten we niet hoor. Dat is heel... Ja, dat kan gevaarlijk zijn. Maar even terug naar dat is een onnozelheid. Dat is toch een onnozelheid? Nou, ik weet niet of het een onnozelheid is, maar hoe krijgt u straks uw boodschap over de bühne? Nou, om iets te vertellen van gevaarlijke stoffen. Oké, okay. En hoe gaat u dat organiseren? Want jullie zijn een stichting van 5 mensen. Ja. Ik heb ooit eens een krantartikel gezien. Mooie foto bij de notaris. Ja. Maar daarna werd het stil, wat mij betreft. Omdat we ons netwerk natuurlijk moesten opbouwen. Ja. Wij hebben een draaiboek gemaakt met een heel proces. Want er is heel veel nalatigheid geweest hier in Eimond op het gebied van communicatie, informatie over gevaarlijke stoffen, enzovoorts, enzovoorts. Meneer Molen, welke successen hebben jullie op dit moment gesport? Nou ja, ik denk dat het belangrijkste succes voor ons is dat we gewoon elkaar gevonden hebben en al begonnen zijn. En wat wij zien, we willen niet aan de weg timmeren door wat publiciteit te zoeken, maar juist te zorgen dat we de contacten hebben bij de overheden, bij de overheidsinstanties zoals de omgevingsdiensten, bij ondernemersverenigingen, om mensen bij elkaar te brengen. Met hun gezamenlijk te kijken wat voor ideeën en gedachten leven er en wat wij daaraan kunnen bijdragen. Zo heeft de ondernemersvereniging Eimond laatst een manifest gepubliceerd. Nou, dat past prima in wat wij zitten denken in de richting van bijvoorbeeld zo'n high-tech campus. D66 heeft een duurzaamheid campus op het programma staan. Nou, we gaan ook met D66 in de slag om te kijken of we daar verbinding kunnen brengen om dingen samen te gaan doen. Vooralsnog hebben we nog niet zoveel bereikt, maar wij denken door keer op keer met mensen te praten, ideeën met elkaar te vergelijken, mensen aan elkaar te koppelen, dat we wellicht toch iets kunnen bereiken waardoor wij denken een beetje te kunnen mee te helpen om dat stuk polarisatie dat er is weg te halen. Maar wij gaan er niet voor expliciet de publiciteit op zoeken. We blijven ook bijvoorbeeld ver weg van alle social media, want dat heeft geen enkele zin. Nee, en als ik denk aan de nabije toekomst, dan zijn ontwikkelingen gaande met de vergroening van Tata Steel. Mm-hmm. Feitelijk met waterstof aan de gang, andere manier van staal-ijzerbereiding. Hoe stappen jullie daarin? Nou kijk, we hebben al een gesprek gehad een tijdje terug gehad met de gedeputeerde, Jeroen Olthoff, die daar heel duidelijk in is. Mm-hmm. Waar is hij duidelijk in? Nou, over de toekomst van de Eimond en Tata Steel. Het is of groen of niet. Nou ja, we moeten even afwachten met de provinciale statenverkiezingen, maar dat is in ieder geval de koers en daar zijn wij het mee eens.
Dat groene plan dat ooit eens door de groep Zeester samen met de FNV is neergelegd en dat door, uiteindelijk door Tata Steel is omarmd, is belangrijk. Als je kijkt naar de wereldomstandigheden globaal, dan liggen grote kansen. Iedereen springt op waterstof op dit moment. Waterstof is inderdaad voor de procesvoering een nieuwe stap die we nog niet veel gebruikt. Maar juist omdat het nieuw is en juist omdat daar veel kansen liggen, is er ook wat voor de eenmanszaak te verdienen. Niet alleen voor Tata Steel, maar voor ook voor een heleboel bedrijven eromheen. Toeleveranciers, innovatieve bedrijven die iets kunnen betekenen. Dus wij denken dat we daar een rol kunnen spelen. Okay. En welke rol spelen jullie dan als andere bedrijven daarin meer kunnen verdienen? Nou, wij brengen ze bij elkaar en zorgen dat zij het oppakken, want wij gaan het niet doen. Nee. Kijk, ook zo'n begrip als campus, hè? Dat is een beetje breed, is onbekend hier in de regio. Komt een beetje uit Eindhoven vandaan. En daar gaat het niet alleen om scholen. We dachten iedereen, high-tech campus, dat is een hogeschool of zo hier in Eimond. Onder andere, dat kan. Maar het is juist ook het verbinden van bedrijven. Ja. Want als je naar Eindhoven gaat, dan zie je daar een heel netwerk van bedrijven wat elkaar stimuleert, verbindt, innoveert enzovoort. Ja. En dat zie je eigenlijk in Eimond nog te weinig, omdat we allemaal naar die Tata's kijken. En Tata zegt, ja, sorry, maar ik kom uit India en ik kan niet veel. Maar de gevolgen daarvan is wel dat Tata heel veel invloed heeft. Staal bijvoorbeeld is een van de basisgrondstoffen in Nederland. Ja. Iedereen zegt, ja, het bedrijf kan wel weg. Moeten we het staal uit China halen? We hebben hier een uniek bedrijf. Wat gewoon schoon is, want ijzer, erts en koolstof, daar kan je staal mee maken. Nou goed, vervuild, een beetje gevaarlijke stoffen. We moeten verbeteren, we moeten vergroenen. En daar is Tata natuurlijk leidend in. Maar ook die ondernemers die ervan afhankelijk zijn. Welke weerstand? Want ik hoor u nu een paar keer zeggen, een beetje gevaarlijke stoffen. Ja. Hoeveel weerstand heeft u ondertussen al ervaren als u deze termen gebruikt? Bijna niet, want het is een hele normale stof. Een hele normale begrip, gevaarlijke stof. We hebben een wetgeving, het staat in Europa, het staat nou Global Harmonization, de hele wereld praat daarover. Maar hier doen we net of we er nooit van gehoord hebben. En dan ontdekken we dat er chroom... chroom 6. Man, wat een drukte zeg. De perceptie in deze Eimond is in die 20 jaar waarin er minder gecommuniceerd is, laat ik het zo maar even zeggen. Precies. Is er een heel andere perceptie ontstaan. Ja, daarom. Ja. En dan kan ik me voorstellen, als u ergens in een bijeenkomst zegt, een beetje gevaarlijke stoffen, dat u daar heel veel weerstand op terugkrijgt. Ja, ik moet het niet bagatelliseren. Daar zit hij ook voor rond de tafel om mij een beetje te temperen. Okay. En ook mijn bestuursleden, Bertus Berghuis, die zegt ook regelmatig, in de politiek moet je niet te veel emotie leggen. Hè? Dat moet allemaal heel zakelijk en rustig blijven. Maar ja, je ziet wel dat die onwetendheid, daar moet je dus iets over vertellen. Ja. Dus ja, ik doe ook veel aan educatie. Colleges, scholen, boekjes. Dus ja, dat kan ik hier dan wel inzetten. Ja, en kijk, het is natuurlijk zo, niet alleen die 20 jaar is wat gebeurd met de omgeving, maar ook is er veel gebeurd in de normalisatie. En dat komt dan weer uit vanuit de ontwikkeling op meetgebied. Je ziet op diverse gebieden dat de nauwkeurigheid van het meten van allerlei stoffen steeds beter wordt. En ik heb bijvoorbeeld ervaren bij Tata Steel. Dioxine, dat kon je vroeger eigenlijk nauwelijks meten. We wisten wel in grote hoeveelheden dat het heel gevaarlijk was. Maar naarmate de meettechniek beter werd, zag men overal meer dioxine voorkomen. En kon men er wat aan doen. Mm-hmm. Dat gebeurde ook. Maar tegelijkertijd, de normstelling daarvoor, die ging ook drastisch omlaag. Ja. Hetzelfde zie je gebeuren met PFAS. Daar wisten we ook niet van hoeveel het was. Toen op een gegeven moment de minister bepaalde dat men een factor 3, een orde van 3... de normstelling omlaag moest, toen was het heibel, want toen was er niks meer zonder PFAS. Toen kon er eigenlijk niks meer gebeuren. Toen heeft de minister weer toch een stapje teruggezet, om dat dus weer een beetje binnen normale proporties te krijgen. Daar gaat het precies om. Alles wat hier geschiet is eigenlijk door veel, noem maar even actievoerders, buitenproportioneel uitvergroot. Ja. Men maakt daarmee een sfeer die eigenlijk de mensen angst aanwekt, terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Want waar we over praten, en Adrie weet dat heel duidelijk, het gaat over minieme hoeveelheden. We praten over nanogrammen per liter, microgrammen per kubieke meter. Waar praten we over? Het zijn eigenlijk, als je het uitrekent, niet zoveel moleculen. Maar hoeveel kubieke meter zijn het dan?
Want als het maar een heel klein beetje per kubieke meter is, kunnen het ook wel heel veel kubieke meters zijn. Ja, maar zoveel adem je niet in. Nee, maar wat komt er in de lucht? Hoeveel kubieke meters? Wat aan de normstelling is, dat kun je dan in de verslagen van Tata Steel nalezen. Ik kijk dan naar wat de vergunningswaarden zijn. En zelfs de GGD en de RIVM, die rapporteren gewoon dat Tata Steel meer dan de helft beneden de vergunde normen zit. Mm-hmm. Maar wat men dan doet is vervolgens, wat ik precies zeg, die normen die verschuiven, maar die zijn nog niet in de wetgeving opgenomen, dan verwijst men naar de Wereldgezondheidsorganisatie met normen vanuit 2021, maar die zijn een factor 4 verlaagd. Ja, dan blijf je dus met verschuivende bakens zitten, daar kan geen enkel mens tegenop. Daar moet je er tijd voor hebben. Als ik dan naar een notitie kijk die ik mocht ontvangen in voorbereiding op dit gesprek. Het is een concept van jullie stichting, IJmond IJzersterk. En de kop is gevaarlijke stoffen bij Tata Steel overdrijven om de transitie te versnellen. Dat kun je dus tweeledig uitleggen. Ja, dat dacht ik ook, ja. Dat is ook een beetje de bedoeling. Ja, legt u mis uit. Nou, overdrijven als je zegt van, oh, wat gevaarlijk, of het gevaarlijke moet er vanaf. Ja. En zo snel mogelijk. Dat is een van de boodschappen waar wij ook achter staan. Geen enkel probleem. Alleen het woord overdrijven heeft dus ook iets te maken met het verhaal van Wimdet. Van ja, die normen, dat schuift steeds meer op. En we praten nu over moleculen en niet over aanvaardbare concentraties. Mm-hmm. De wetgeving praat over aanvaardbare concentraties. Nou, daar is alles op gebaseerd. Vandaar ook dat de vergunningverlener in Haarlem zegt, ja, wij kunnen niet anders, want Tata voldoet aan alles. Alleen als je die discussie hier voelt en je ziet die normering, dat het steeds meer opgeschoven wordt en meer over moleculen praten. Wat is het doel van deze notitie? Het was voor onszelf de bedoeling om eventjes een praatpapier te hebben. Want u bleek net al bij de inleiding, we zitten daar uit verschillende disciplines. Mm-hmm. Dus als iemand aangesproken wordt over gevaarlijke stoffen, dat we dan wel ongeveer weten waar we het over hebben. Oké, dit is geen notitie waarmee u zegt, hiermee ga ik de boer op, hiermee ga ik verbinding maken. En ook de politiek erachter, we hebben het over die overdrijving gehad. Ja, ook in de politiek is het voor Bertus natuurlijk ook een belangrijke handvat om te zeggen, ja, hoe moet ik me opstellen? Want ik word ook aangevallen. Want hij is er ook van een bepaalde partij en die moet ook kleur erkennen, want je moet je doodgaan van de kanker enzovoorts. Dus ja, het is waar ook de kankerverwekkende stoffen in staan. Oké. Als er kijkers zijn die zeggen, joh, dit interesseert mij, en zeker het verhaal van de chemische kant. Ja. Hoe leggen zij het contact met jullie? Nou, we staan op internet, we hebben een e-mail, we hebben alles. Oké. Nee, we zijn nog bezig ook tegelijkertijd, dat hebben we nog niet echt vormgegeven. We bestaan nog geen jaar. Dat is het zogenaamd Vrienden van IJmond IJzersterk. En dat is eigenlijk voor ons straks een middel, ook een soort klankbordgroep. Als mensen zich bij ons willen aansluiten om met ons te praten, dan doen we dat graag. Want wij voelen ons wel zwaar op bepaalde gebieden sterk in onze kennis. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk niet alles in huis. Dus waar mensen nieuwe ideeën of andere gedachten of beelden hebben die ons kunnen helpen, dan gaan we graag meer gesprek. En omgekeerd, wij willen mensen ook helpen. Ja. Kijk, als het bijvoorbeeld over kanker gaat, er is pas uitgegeven een kankeratlas van Nederland. Mm-hmm. Ja, heel bekend. Ja. Ook op detail, op postcode niveau, ook in IJmond. Nou, heel leuk om dat te lezen. Ja. En de conclusie dan, dat is voor mij duidelijk. Ik heb het met mijn buren laten lezen. 1941, dat is hier in de hele regio een gebiedje waar de hoogste longkanker voorkomt. Nou, de krant legt daar direct de link bij Tata Steel. Ja. Maar als u weet dat 1941 de Peperstraat is in Beverwijk en Alkmaarseweg, waar twee grote verzorgingshuizen staan, waar mensen oud geworden zijn, maar helaas toch het meeste doodgaan aan longkanker, omdat ze vroeger allemaal veel gerookt hebben. Dan denk ik, ja, dat moet verteld worden. Ja. Dus wij hebben ook met die longarts in het Rode Kruis ziekenhuis contact gehad. Van wat vindt u van die longen in Beverwijk? Ja, zegt ze. Wij maken dat heel veel mee, mevrouw Kanters. Hè? Nou, u weet maar dat betekent dat er cijfers naar boven gekomen zijn die niet geduid worden. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is de journalistiek die dat doet. En dat is eigenlijk ook een rol die jullie toe-eigenen. Als wij dat kunnen, dan zullen we dat zeker doen. Ik denk dat voor jullie nog een schone taak ligt voor een nabije toekomst.
Ik hoop dat jullie reacties krijgen naar aanleiding van de uitzending. Mooi. Ik dank jullie voor de aanwezigheid en dit gesprek. En wellicht tot een volgende keer. Dank jullie wel. Graag. Ja.